Dat wil niet zeggen dat we van de regels afwijken zoals ze zijn, maar gewoon een andere invulling en daarin hoeft stikstof niet leidend te zijn. Ik ben Jos Vergeer. Ik boer hier samen met mijn zoon. We hebben hier een melkveebedrijf van ongeveer 300 koeien. Wat ons betreft keren we de vlag om en als teken van, toch een teken van overwinning. Daar zijn we zeer content mee. Dit had niemand verwacht. Groningen hadden we wel stille hoop natuurlijk, maar niet verwacht dat het zo'n landelijk zo'n groot succes zou worden, zeg maar. Als ik praat met collega's, dan hebben wij wel het gevoel dat er nu toch iets gaat veranderen. En als Den Haag niet wil veranderen, dan steken ze toch de kop wel heel diep in het zand. En dat wil niet zeggen dat we van de regels afwijken zoals ze zijn, maar gewoon een andere invulling en daarin hoeft stikstof niet leidend te zijn. Boeren is wel het oudste beroep van Nederland, van de wereld, met de visserij. Je maakt het zo dat alle boeren uit Nederland vertrekken, want het politieke klimaat is hier niet gunstig voor de boer. Dan maak je natuurlijk wel dat je afhankelijk wordt van het buitenland. En doordat je afhankelijk wordt van het buitenland, zullen de prijzen stijgen. En de kwaliteit moet je ook nog maar zien. Hier in Nederland staan we aan de top van de wereld qua landbouw. Het is toch te zot voor woorden dat deze politiek die er nu zit, dat zomaar overboord wil gooien. Wij staan voor een bedrijfsovername. Mijn zoon gaat binnenkort bedrijf overnemen. Maar ik heb hem nu wel duidelijk gezegd van denk alsjeblieft heel goed na. En dat zijn de gesprekken die we 6-7 weken teruggevoerd hebben. Van gaan we wel verder in Nederland? En dat geldt dan meer voor hem als voor mij. Je moet gewoon toegeven dat met deze uitslag komt er weer hoop.